lopen hier door een buitenwijk, een fraaie buitenwijk van Den Haag. Hier een bordje te koop, overal eigenlijk bordjes te koop. Meneer Van der Ploeg, wordt er nog wel een huis verkocht in Nederland op dit moment? Nou, het wordt op dit moment wel steeds moeilijker. Ja. Wij constateren dat met name verkopers vooral een afwachtende houding aannemen totdat de koper uiteindelijk langskomt. Maar wordt er nog wel verkocht? Nou ja, de koper die zit te wachten op mogelijke prijsdalingen, dan wel maatregelen van de overheid die wellicht iets aan zouden kunnen jagen. Ja. Dus oftewel, iedereen zit op elkaar te wachten. Wat betekent dat nou voor uw leden, de makelaars? Gaan er veel failliet op dit moment? Nou, dat valt bij ons nog redelijk mee. Ja. Wij hebben er wel een analyse op losgelaten dat we er rekening mee houden dat er een aantal van onze leden zullen gaan om. En hoeveel heeft u het dan? Over hoeveel? We hebben op dit moment ruim 1000 leden. Ja. En we houden rekening met een uitval van 10%. Dat is toch heel behoorlijk? Ja, ja, dat is behoorlijk. Maar ja, als het aantal transacties afneemt, ja, dan lopen de makelaars natuurlijk daar als eerste de klappen van op. U zei zojuist, ik verwacht eigenlijk ook wat van de overheid. Wat verwacht u nou als makelaarsorganisatie van die overheid? Ik verwacht vooral van de overheid dat ze een stuk vertrouwen wekken richting de consumenten. Ja, en dat gebeurt op dit moment niet? Nee, op dit moment voeren ze zelfs een discussie waarbij het woord hypotheekrenteaftrek valt. Ja. En dat geeft een wantrouwen onder consumenten, huizenkopers en huizenverkopers, ja, omdat men niet weet waar men aan toe is. Ja. En het is veel verstandiger om gewoon heel duidelijk te acteren als overheid. Dus daar je mond over houden? En daar onder andere je mond over houden. En ook niet aan die hypotheekrenteaftrek komen, begrijp ik? Nee, het zou in onze visie het meest domme besluit zijn wat er te nemen valt. Wat verlangt u verder van het kabinet? Nou, ik vind dat ze stimulerende maatregelen moeten nemen om onze markt aan te jagen. Ja. En een onderdeel daarvan zou kunnen zijn het verhogen van de NHG-grens. De NHG is? Nationale hypotheekgarantie. Ja. En, wat is dat voor grens? Nou, op dit moment is die 265.000 euro. Ja. En we hebben geadviseerd aan het kabinet om die grens te verhogen naar 350.000 euro. Wat is het effect daar dan van? Nou, ik nodig u uit om hier in Den Haag eens op zoek te gaan naar een huis van 265.000 euro. Ja. Dat kunt u bijna niet vinden. Nee. En door het verhogen van die grens maak je het voor de consument makkelijker om geld te lenen bij een bank. Ja. En bij een bank maak je het makkelijker om dat geld uit te lenen omdat hij meer zekerheid heeft. Hoe ziet u naar de toekomst van de woningmarkt als u nou de komende jaar vooruit kijkt? Nou, ik denk dat voor de nabije toekomst huizenprijzen zullen stabiliseren, dan wel een kleine correctie naar beneden zullen krijgen. En dan denk ik maximaal aan 1% of 5%. En bent u over de verkoop optimistisch of pessimistisch in de nabije toekomst? Ik denk dat 2009 een moeilijk jaar zal worden. Ja, ja. Ik heb wel de stille hoop dat 2010 wellicht wel weer een beetje in het licht gaat gloren. Ja. Want uiteindelijk zullen we toch met z'n allen moeten zorgen dat we met z'n allen centjes verdienen. Ja. En het is wel sterk afhankelijk van wat voor maatregelen de overheid daartoe neemt. Ja. Nou, laten we voor die mensen hier in de buurt maar het beste ervan hopen dan. Hè? Ik wens al het beste toe, ook voor mijn makelaars. Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan.